Het mooiste aan de duivensport vind ik gewoon dat de duiven thuiskomen. Voor mij maakt het eigenlijk niet uit of ze vroeg of laat zijn. Ja, die beestjes die vliegen daarvoor, die weten niet of dat ze vroeg of laat zijn. Natuurlijk, die prijzen, dat is altijd mooi meegenomen, maar dat is niet het belangrijkste voor mij. Voor mij is het ja, puur dat thuiskomen van die duiven door de week verzorgen en dan hopen dat ze iets mooi vliegen in het weekend. Hè. Maak kennis met Melissa, een joviale, goedlachse, enthousiaste dame uit Sichem. Haar grote liefde? De duiven. In 2013 ben ik gestart met de duiven. Mijn twee grootvaders en mijn vader hebben zelf ook met duiven gespeeld. En als klein meisje ging ik bij mijn grootvader, vader van mijn vader, mee naar de duiven kijken. Toen was er wel minder interesse als nu, want ja, in die tijd moest op zondag op een bankje gaan zitten, mochten niet bewegen en niks zeggen als de duiven moesten thuiskomen. Dus ja, tijdens mijn puberteit had ik eigenlijk geen interesse op dat moment. Maar ja, toch is dat toch gekomen. Ik ben begonnen met, ja, zoals iedereen denk ik, op de snelheid, maar ik had dat geduld niet, want ja, je zit heel de week die duiven te verzorgen. En dan is dat eigenlijk op een kwartier gedaan, zaterdags. En ja, het is niet dat ik heel veel geduld heb om uren te kijken, maar ja, je hebt daar toch meer waar voor je geld, vind ik dan. En ja, het is eens zo schoon als ze van 700 of 800 kilometer dan vroeg naar huis komen. Ja, dat is kippenvel, hè. Dit is geschelpte Rudy. Die heb ik gekregen van een vriend uit Nederland. En heeft al 6 op 6 gevlogen op de fondvluchten. Onder andere een derde provinciaal Limoges in 2021. Dus ja, eigenlijk mijn beste fondduif op dit moment. Een Hollandse duif die goed presteert in België. Dit is het hoerke. Zij heeft haar naam gekregen omdat ze tijdens de trainingen nooit op haar eigen hokje wilde binnengaan. Zij was dan op de andere spoednikken aan het kijken of ze daar duivers zag zitten binnen op het hok. En dan moesten we daar de spoednik open doen dat ze daar binnen kon. Om ja, even de liefde te bedrijven, zal ik zeggen. Dus ja, voilà, het hoerke. De duivers die worden uitgelaten 's morgens voordat ik naar mijn werk vertrek. De vinnen tussen 11 en 12 uur. Ja, dat is dan voor mijn ouders. Want ja, als je werken bent, is het moeilijk soms. En dan de jongen worden namiddag uitgelaten voor te vliegen. Moest het heel goed weer zijn en ik zeg ja, kom, dan laat ik soms de duivers 's avonds nog wel eens gewoon uitvliegen. Maar het is niet dat ze hier verplicht een uur moeten trainen. Blijven ze een uur op tak zitten, is dat ook goed. Maar ze moeten een uurtje buiten blijven, dan gaan de spoednikken open. Dus ja, ik laat ze eigenlijk maar gewoon kiezen. Want ja, ik denk een gezonde duif die vliegt ook van haar eigen. Volgens Melissa moeten we dringend het imago van de duivensport opblinken. Ik denk dat veel mensen die weinig of niks met de sport te maken hebben, toch nog altijd onze sport bekijken als de oude man met de stofjas. Terwijl dat er heel veel modernisatie gebeurd is de laatste jaren. Ook makkelijker gemaakt voor jongere mensen die bijvoorbeeld nog naar school gaan of gaan werken door het elektronisch constatatiesysteem. Maar ja, ik vind dat we toch moeten proberen om de sport nog positiever naar de buitenwereld toe te promoten. Als de duivensport in de media komt, in de kranten of op het nieuws op tv, is het meestal jammer genoeg negatief. Want dan is het meestal met een slechte vlucht die er geweest is of een duif die duur verkocht wordt. Maar voor 95% van de liefhebbers is de duivensport nog altijd een hobby waar het draait om de vriendschap en plezier dat je van de duiven hebt en niet voor het geld dat ermee te maken heeft. Ik denk dat er toch nog altijd zo die oude stempel veel in de duivensport zit, dat toch wel een mannensport was.
Wat ik eigenlijk wel jammer vind, want vrouwen kunnen even goed met de duiven spelen. Ik denk ook dat die daar nog iets meer liefde dan als een man in steken, want een vrouw is toch altijd meer diergezind. Dus ja, ik vind het spijtig dat er zo weinig vrouwen zijn, want het is echt wel een mooie sport. Het is niet dat ik te koop loop met mijn prestaties, maar ik sta met manneken wel tussen de ervaren duivenmelkers. Dus ik vind wel dat dat ook eens vermeld mag worden als een vrouw goed speelt tussen al die mannen. Niet alleen vrouwelijke spelers zijn belangrijk voor de duivensport. Bij Melissa op het hok zijn ook de duivinnen de baas. Dit is een jongske van een dag of twee. Dat is een jongske van een van mijn kweekduiven dat ik onder de vinnetjes gelegd heb op lesbienneschap. Well, de buiten in de vogelier moest leeg gemaakt worden. En ik heb al goede duiven uit de moeder gehad en daarmee dacht ik van kom, ik laat het eitje nog uitbroeden. Ja, en hopelijk zorgt hij of zij binnen enkele jaren ook voor wat kampioenen op het hok. Zij heeft op lesbienneschap gevlogen, dus normaal begin ik op weduwschap met de devinnen, maar als zij tijdens het seizoen op een andere devin verliefd worden en ze maken een nestje, dan mogen ze ook gewoon blijven zitten. Ik heb al devinnetjes gehad die op 8 eieren zaten tijdens het seizoen en die goed vlogen. Sommigen nu op een jongske. Dus ja, laten ze maar doen waar ze het meest plezier in hebben. Hier is uw babytje terug, zijn. Je mocht een duif nog zo gezond hebben als je ze wilt, als ze niet echt iets heeft om naar huis te komen. Vrees ik, ze zal dan misschien vroeg vliegen, maar die eerste prijs zal dan toch al moeilijker zijn. Dus ja, motivatie is toch wel het belangrijkste. En ja, de één duif vliegt op een eitje, op een jong, of ja, gewoon voor zo'n bak. Maar ja, dat is testen. Testen en proberen. Er had iemand tegen mij gezegd om voor het Bourge Nationaal de vinnen eens 's avonds uit te laten. En dan hun vaste partner eigenlijk op het hok ernaast te zetten, dat ze het hem hoorden, maar niet konden zien. Maar dat heeft jammer genoeg niet het gewenste resultaat gebracht. Melissa wil het beste voor haar duifjes. Ze doet er dan ook alles aan om het de duiven zo comfortabel mogelijk te maken. De meeste duiven hier hebben vogelier waar ze in kunnen. De jongen kunnen dag en nacht in de vogelier. S'avonds gaan ze wel binnen in een bakje zitten, maar 's morgens zitten ze terug buiten. Ik vind een duif heeft zuurstof nodig. En het is ook niet de bedoeling dat ze alleen met de training buiten kunnen of met een vlucht. Ik vind dat ze ook in het zonnetje mogen liggen als het goed weer is of als het regent. Dan liggen ze op de grond met hun vleugels open om hun te wassen. Dit is een luikje waar de duivers naar de vinnetjes voor de HAVO komen. Dus voor de vlucht zet ik dat open. Het zijn altijd 5-6 dezelfde die onmiddellijk het hok binnenkomen dan om een devinnetje uit te kiezen. Ja, in het lokaal praten we wel veel. Ja, ik zit er dan wel tussen als vrouw, tussen al die mannen. Maar ja, je pikt hier en daar toch wel eens iets op. En als je dan eens slecht speelt, zijn er toch altijd wel... Ja, het zijn dan ook vrienden eigenlijk onder elkaar die zeggen van Melissa, probeer dit eens of probeer dat eens. En ja, dan probeer je dat uit. Dat is geen garantie dat het effectief dan ook positief uitdraait. Maar ja, dan heb je toch geprobeerd. En ik vind dat vriendschap in de sport toch nog altijd het voornaamste is. Voor Melissa staat het vast. Er is maar één ding dat echt telt binnen de duivensport. Liefde. Ik denk dat liefde voor de duiven de sleutel tot succes is. De vriendschap dat je krijgt van die beestjes, ja, dat is onvoorwaardelijke liefde. Ja.